introduceerde iets wat ik helemaal niet ken, de trias energetica. Ja. Kunt u in gewoon Nederlands uitleggen wat dat betekent? Een trias energetica is een methodiek om energie te besparen en dat doe je in principe in 3 stappen. De eerste stap is stop verkwisting. De tweede stap is zet zoveel mogelijk duurzame middelen in. En de derde stap is zet de huidige fossiele brandstoffen op een meest efficiënte manier in. En dat is de volgorde waarin je energiebesparende maatregelen probeert aan te pakken. Nu had u daar een verhaal over van uw eigen bedrijf, Fuji, waar dat heel succesvol is. Maar wat kan ik daar als particulier nu mee? Nou, als particulier kun je het beste denken van stap 1, stop verkwisting, ga een huis isoleren. Dan gooi je in ieder geval het gas niet weg. In stap 2 is, zet duurzame middelen in, plaats bijvoorbeeld zonnepanelen. Stap nummer 3 is, zet duurzame jouw fossiele brandstof op een efficiënte manier in. Als je nog geen HR-ketel hebt, zet een HR-ketel in. In principe kun je dat thuis ook gewoon toepassen. U kijkt vanuit de grond mij naar de situatie in Nijkerk. Dat klopt. En heeft u daar dan bedrijven gezien, nu al, waarvan u zegt, nou, die doen het goed? Nou, als ik het zo inschat, is bijvoorbeeld het waterschap heel voortvarend bezig. Maar ook als ik kijk naar Arla, en ik kwam hier net met een voorbeeld, ik geloof Redus. Als bedrijf zijnde, daar zie je gewoon, die mannen zijn echt hard bezig met energie besparen. En dat doet mij tenminste, want ik heb zelf ook een groen hart, wel erg goed. Al denk ik dat er altijd nog heel veel te halen valt. Ook bij deze bedrijven waar ogenschijnlijk nog niet alles, of ogenschijnlijk alles eruit gehaald is, zul je toch nog zien dat er best wel wat te halen valt. En wat moet ik dan denken? Want gaat het dan alleen maar om duurzaamheid of gaat het ook gewoon om geld besparen? Eigenlijk om allebei. Het ene hoeft het ander niet uit te sluiten. We moeten eerlijk zijn, bedrijven kijken natuurlijk gewoon naar de portemonnee. Daar gaat het om. Wat je vaak ziet, minder verbruik kost minder geld. Maar minder verbruik is ook minder fossiele uitstoot. Dus het gaat met elkaar hand in hand. Maar het gaat uiteindelijk toch wel over geld besparen als we praten vanuit het oogpunt van bedrijven. Een van de sessies ging over windenergie. Ja. En wat ik daarvan heb opgeschreven is dat als je subsidie krijgt en een vergunning, dan is het eigenlijk al rendabel. Toen dacht ik, waarom staan er nog geen windmolens in Nijkerk? In Nijkerk staan helemaal nog geen windmolens. De oorzaak daarvan is voor mij niet heel makkelijk te achterhalen. Wat zeker speelt is dat Nijkerkers erg veel waarde hechten aan een groene omgeving. En dat de energieproblemen nog niet van die aard zijn dat men de noodzaak inziet tot het opwekken van eigen stroom door middel van windmolens. Maar in die discussie leek er wel belangstelling, in ieder geval vanuit het bedrijfsleven, voor windmolens. Ja, dat komt omdat de energie schaarser begint te worden. Bedrijven zien ook dat hun energielasten omhoog gaan. En in de businessmodellen zie je dat voor zonnepanelen dat het vrij lastig is voor bedrijven om een duurzame energie op te wekken. Maar dat het in de windhoek wel kan. Alleen is het best lastig om met elkaar af te spreken van we zetten gezamenlijk zo'n windmolen neer. Dan moet je over je eigen grenzen durven denken. En daar is nog wat koudwatervrees. Ja, maar nou, om dit soort sessies mensen toch gezamenlijk een doelstelling te laten formuleren en met elkaar mee te denken op dit vlak. En nou zie ik u met een grote schaal met kaartjes. Ik denk, nou, dat komt wel goed. Ja, mensen zijn door de sessie vandaag zijn ze echt wel geïnteresseerd geraakt. En die willen graag daarover doorpraten. Deze bijeenkomst die was voor bedrijven en voor ondernemers. En het gaat eigenlijk steeds om Nijkerk bewust te maken van dat er meer aan duurzaamheid moet gebeuren. Toen bedacht ik me net, van, is het dan ook niet handig om bijvoorbeeld sportverenigingen erbij te betrekken? Nou ja, we zijn begonnen om eens te kijken waar voor bedrijven kans liggen om uiteindelijk Nijkerk te zorgen dat we 2035 CO2 neutraal zijn. Maar ik denk, het probleem van de hoge energierekening is niet alleen iets van bedrijven of iets van inwoners, maar zeker ook van verenigingen, hoe zij in deze moeilijke tijden met hoge energielasten de kosten kunnen verlagen. En inderdaad, heb je gelijk in, zouden we zo'nzelfde avond ook kunnen doen voor allerlei verenigingen in Nijkerk, van hoe kan je kosten besparen door te letten op duurzaamheid. Is dat met deze afgesproken? Dat is goed. Gaan we doen.